Het gevaar van een online sollicitatie is dat het al vrij snel onpersoonlijk aan kan voelen. Maar in deze video deel ik hoe jij de klik kunt creëren door een authentiek verhaal te vertellen over jezelf. Maar waarom zou je een verhaal vertellen over jezelf, een persoonlijk verhaal delen in een sollicitatiegesprek? Nou, ten eerste, door jouw verhaal te delen, verschuift de houding van de ander. Van kritische luisteraar naar betrokken luisteraar. En wat je zult zien, is dat diegene voelt dat hij met jou wil verbinden. Ten tweede, jouw verhaal komt recht uit het hart. En dat komt binnen en maakt jou als kandidaat authentiek en aantrekkelijk. Ten derde, je inspireert de persoon aan de andere kant van de tafel, waardoor ze je graag zien in jouw organisatie. En ten vierde, de zoektocht naar jouw eigen verhaal levert je al zoveel inzichten op over jezelf. En ja, dat gaat jouw unieke bijdrage zijn op deze wereld en dat wordt alleen maar scherper door jouw verhaal in kaart te brengen. Oké, welk verhaal ga je vertellen? Ik ga je helpen. Pak pen en papier erbij en schrijf direct mee. Stel jezelf de vraag, op welke gebeurtenis ben jij het meest trots op in jouw leven? En haal het moment weer even helemaal naar voren. Alsof je in het moment bent. En ja, ga naar hoe voelde je je op dat moment? Schrijf mee. Welke uitdaging of obstakel kwam er op je pad? En vervolgens, wat deed jij ermee? Hoe heb je het aangepakt? Hoe heb je het overwonnen? En hoe voelde dat? Hoe voelde dat om het obstakel te overwinnen? En wat maakte jou het meest trots? Wat betekent deze prestatie voor jou? En wat zegt het over jou? Welke kwaliteiten van jezelf heb jij ingezet? Nou, en benadruk in het sollicitatiegesprek dat je deze kwaliteiten ook wil inzetten voor de functie. Om even een voorbeeld te noemen. Een student vertelde dat ze een jaar lang media heeft gestudeerd. En ze had er propedeuse afgemaakt, maar het bleek niks voor haar en ze had geen idee, ja, wat dan wel. En ze kwam in zo'n diepe depressie terecht, waar ze maar niet uitkwam wat ze ook deed. Die depressie duurde 4 jaar lang. En met zo'n gat op haar cv had ze het gevoel dat haar carrière al was weggegooid voordat ze überhaupt begonnen was eraan. Maar na die 4 jaar klom ze uit dat dal en besloot rechten te gaan studeren. En ondanks alles is het haar toch gelukt om de bachelor en master nominaal af te ronden. En dit liet zien hoe toegewijd en gefocust ze was. En hoewel ze het op bepaalde momenten erg pittig vond, beet ze zich erin vast. Nou, die toewijding, die focus, die doorzettingsvermogen, dat zou ze allemaal willen inzetten als management trainee bij de Rijksoverheid. Dit is een voorbeeld van een verhaal. Mocht jij het lastig vinden om een gebeurtenis te bedenken, nou, kijk dan naar het afgelopen half jaar. Wat heb jij het afgelopen half jaar gedaan waar jij trots op was? Het mag ook iets kleins zijn. Vind je het lastig om jouw verhaal op papier te krijgen? Nou, volg dan een van onze workshops, bijvoorbeeld de Career Workout of oefen een sollicitatiegesprek via onderstaande link. Of stuur een e-mail met je vraag naar studentcareerscenter@uva.nl en dan helpen we je zo goed mogelijk op weg. Good luck!